Wie vanuit Amsterdam langs het IJsselmeer noordwaarts gaat, bereikt na korte tijd een paar huizen die samen het dorpje Uitdam vormen. Dat dorpje heeft één school, de openbare lagere school Uitdam. En die school heeft voor een totaal van 11 leerlingen in het seizoen 1955 één onderwijzer, meester Jansen. Ja, zo heet hij echt. Meester Jansen verdeelt zijn aandacht over 6 klassen die samen in één lokaal zijn ondergebracht. En in dat ene lokaal is Marietje uit de 6e bezig met aardrijkskunde, terwijl Anneke uit de 3e zit te schrijven, leert Jantje uit de 2e de tafels van vermenigvuldiging, terwijl Truus uit de 5e bezig is met jaartallen. Het is een wonderlijke kleine gemeenschap waaraan meester Jansen leiding geeft en waarin de oudsten hun onderwijzer nu en dan terzijde staan. Het is een klas waarin de leerling die overgaat toch blijft zitten, die veel eist van de concentratie van de kinderen en waarin van alles gebeurt. Als de banken opzij zijn geschoven, dan wordt die klas zelfs gymnastieklokaal. Dat kleine schooltje in Uitdam is met zijn ene onderwijzer en zijn 11 leerlingen waarschijnlijk een unicum op onderwijsgebied in Nederland.